Zoals u maandag in het AVS-nieuws kon zien, is de Oude Kalevallei geopend voor het grote publiek. Wij trokken met Erik de Klerk, de voorzitter van Natuurpunt Lovendegem, in de vallei en zochten uit waarom dit zo'n waardevol gebied is. De Vallei van de Oude Kale heeft ongeveer een oppervlakte van 443 hectare. Dat is een gebied dat zich uitstrekt vanaf Merendree tot aan Vinderhouten. Het gebied bevindt zich dus op de deelgemeente Vinderhouten, behorende tot Lovendegem, en de deelgemeente Merendree, behorende tot Nevelen. Ook nog een heel klein stukje op de deelgemeente Drongen, behorende tot Gent. Binnen dit gebied in de Vallei van de Oude Kale, wat eigenlijk sinds de middeleeuwen onveranderd gebleven is, heeft de Vlaamse Landmaatschappij samen met de Vlaamse Milieumaatschappij een project uitgewerkt om de vallei te ontsluiten. Het duurde 10 jaar voor de Oude Kalevallei kon gebruikt worden, doordat eerst alle gronden rondom de beek moesten aangekocht worden. Maar nu is het natuurgebied ingericht, zodat wandelaars en fietsers er optimaal van kunnen genieten. Binnen het gebied zijn er onder andere 2 nieuwe brugjes aangelegd die de mogelijkheid bieden om het gebied te ontsluiten voor wandelaars. Vroeger moesten wandelaars zeker over een afstand van minstens 12 kilometer een wandeling maken, wat voor velen onmogelijk is. Nu met de nieuwe brugjes die de kale verbinden tussen zeg maar Vinderhouten en Merendree, krijgt men de mogelijkheid om een wandellus van 4 kilometer en een wandellus van 5 kilometer af te wandelen. De dieren die hier in de vallei voorkomen zijn uiteraard heel wat vogels die zich hier nog vestigen. Onder andere rekening houdende met de kleine landschapselementen die toch de percelen omzomen, zoals knotwilgen, is steenuiltje ook wel een van de favoriete bewoners van het gebied. Hier achter mij, over het brugje, is er ook een poel aangelegd. Die poelen, en er zijn er meerdere in het gebied, dienen om het leven in het water, zeg maar de amfibieën uit onze regio, meer overlevingskansen te geven. Aan die poelen komen er nog andere interessante bezoekers. Dit zijn sporen van reeën die in het woud achter de poelen zouden leven. Het belangrijkste waar Natuurpunt zich op richt, is een correcte behandeling van de planten en de weides. Die willen ze op een zo natuurlijk mogelijke manier laten groeien. Heel veel kruiden krijgen terug de mogelijkheid. Onder andere langs het waterkant de fameuze dotterbloemen krijgen de mogelijkheid om tot leven te komen. Ook door ons beheer gaan we van de groene grasweiden naar de bloemrijke gegooide percelen. En daar komen heel wat plantjes in voor. Onze dienst plantonderzoek, dus die regelmatig op basis van determinatie zo'n percelen onderzoekt, kunnen vaststellen dat dus de flora wel degelijk in beweging is. Zij het dat zo'n opwaarderen van echt gecultiveerd grasland naar verschraalde hooilanden toch wel een 10-tal jaar in beslag kan nemen. Er bestaat ook sinds gisteren een wandelkaart en een fietskaart. Spijtig genoeg moeten we wel bijvermelden dat zowel de wandeling als de fietsroute nog niet permanent uitgepeild is. Daarvoor zou ik een beroep willen doen naar de provincie toe om dus het fietspaden mee te integreren in het fietsknooppuntennetwerk en ook voor de wandelroutes zo te gaan bewegwijzeren zoals ze binnen de provincie gewoon zijn. Maar u hoeft natuurlijk niet daarop te wachten om het gebied rond de Oude Kale te ontdekken.